Voor welke vogel heb jij het meeste moeite gedaan? Dat was voor de hoornguan, of de hoornguan in Guatemala. Ja. Met een bijzondere hoorn op zijn kop. Ja, hiervoor moest ik de Sendero de las Lacrimas bewandelen. En dat is ook wel het pad der tranen. En dat wordt zo genoemd omdat je op 1400 meter hoogte begint te lopen. Heel op hoog. Een vulkaan. Ja. Naar 2500 meter hoogte waar die vogel zit. En je moet je voorstellen, dat is ongeveer 8,5 keer de Euromast in hoogte die je dus omhoog moet lopen. En die begint om 2 uur 's ochtends met een hoofdlampje te lopen. En dan kom je op een gegeven moment met het eerste licht eraan en dan moet je wachten en hopen dat je hem gaat zien. En toen... Hele zware tocht. Ja, en dan uiteindelijk zie je dit waanzinnig. Hoe is dat dan als je hem uiteindelijk dan na zoveel moeite toch ziet? Nou, dat is een enorme kick natuurlijk. Ik heb van dit beest, weet ik al 20 jaar van dat hij bestaat uit boeken. En die wilde ik altijd al een keer zien. En ik wist dat de kans gewoon best wel klein is. Omdat die, ja, het is een afgelegen plek en je moet er heel veel moeite voor doen. Dus dan als je dan zo'n waanzinnige vogel ziet, ja, dan krijg je wel even kippenvel. Ja.